Dus een zeer verdiende gouden harp voor Within Temptation. Het succes van Within Temptation duurt al jaren voort. Na erkenning van het talent in 2002 met een zilveren harp, wint de band maar liefst 4 keer achter elkaar de exportprijs. De brute female metal van het begin wordt ingeruild voor bombastische Keltische rock. Met als speerpunt de bijna opera-achtige stem van zangeres Sharon. Ook in het buitenland oogst Within Temptation grote successen in Finland, Spanje, Duitsland, België, Frankrijk en het Midden-Oosten. Life is Within Temptation een sensatie. Het eigen geluid dat een subcultuur op zich is geworden en een nog steeds voortgaande ontwikkeling maken dat een gouden harp meer dan verdiend is. Within Temptation. Golden Harp winnaar Within Temptation. Lekker, hè? Nou, bijna de hele band is hier. Alleen, helaas, zonder Sharon. Ze ligt ziek in bed en kon hier vanavond niet bij zijn. Ik denk dat ik namens de hele zaal spreek en alle kijkers. Als ik haar heel veel beterschap toewens. En mag ik dan de harp aan jou geven, Robert? Graag. Oh, nee. Je mag er ook bij, hè? Ja. Alsjeblieft. Dank je wel, doosje. Bedankt. Namens Sharon wil ik even zeggen dat ze ontzettend baalt dat ze hier niet kan zijn. Ze heeft longontsteking helaas maandag gekregen. En zo'n prijs moet je natuurlijk als hele band in ontvangst nemen, zo'n carrièreprijs. En dan ga je ook een beetje terugdenken aan het begin van de band. De eerste demootje, de eerste tour, waarbij we de tourbus met plakband de regen buiten probeerden te houden. Alle dingen als de keren dat we op het podium gestruikeld zijn, van het podium afgevallen. Vooral ik was daar heel erg goed in, nog steeds. En ook de heel vele hoogtepunten, alle landen waar we naartoe geweest zijn. Europa, Rusland, Japan, Amerika, Zuid-Amerika, Dubai. En ook bijvoorbeeld Ahoy. We laatst met het Metropoolorkest hebben we daar gespeeld voor een uitverkocht Ahoy. Dat was echt een geweldige ervaring. En dan word je eigenlijk wel ontzettend dankbaar. En dan ga je ook realiseren dat er ontzettend veel mensen zijn die je geholpen hebben om dit allemaal te bereiken. En dat zijn zeker ons management, AT Management, met Martijn, Iris, Raymond, iSound, Frank Streubelen, onze platenmaatschappij, Sony Music, dat verandert nog wel eens. Maar zij zijn er al jaren bij overigens. Roadrunner Records, Gun Records en... Uiteraard, inderdaad, daarom hebben we ook gevraagd, Music Export, Journey Kageman, die ook onze carrière in het buitenland enorm gesteund heeft. Ook onze oude bandleden willen we even noemen, Ciro, Michiel, Ivar. Missen jullie nog steeds, maar we zien ze gelukkig ook nog heel vaak. Lex van Itterson en uiteraard onze crew, want die jongens die werken ontzettend hard voor ons, hebben ook heel veel plezier met ze. Maar ontzettend bedankt. En uiteraard onze familie en vrienden die we ontzettend verwaarloosd hebben en nog steeds doen. We gaan het ooit echt een keer goed maken. Alleen voorlopig nog niet, hoop ik. Want ik hoop dat we nog heel erg lang bezig zijn. Want we hebben er heel veel plezier in. Dank jullie wel.